toen een vrouw in de belangstelling kwam te staan, konden de mensen niets anders doen dan haar uitlachen en beledigen. Je gelooft echter nooit hoezeer haar leven is veranderd en hoe ze er nu uitziet. Als we zeggen dat Mayra Rosales een forse vrouw was, dan bedoelen we een zeer omvangrijke vrouw. Op haar zwaarst woog ze maar liefst 470 kilogram. Dat is evenveel als een paard of zelfs een vleugelpiano. De in Texas geboren vrouw was ooit de zwaarste vrouw ter wereld, wat niet de meest trotse prestatie is die iemand kan hebben. In feite was het meer een vloek dan een geschenk. Ze woog namelijk 470 kilogram, was bedlegerig en had grote moeite om voor zichzelf te zorgen. Ze kon niet lopen of zichzelf niet eens optillen. Mayra was gedwongen om zelfs voor de eenvoudigste en meest basale taken afhankelijk te zijn van haar familie. Ze vond het mensonterend en bedroevend, maar toch leek ze nooit de wil te kunnen vinden om zichzelf te verbeteren en wat gewicht te verliezen. "Ik nam vroeger een heel king-size bed in beslag," zei Mayra in een triest en onthullend interview met ABC News. "Ik kon niet eens op mijn voeten staan. Mijn benen konden mijn gewicht niet houden. Mijn botten deden pijn en mijn spieren verzuurden telkens als ik probeerde enige vorm van lichamelijke activiteit te doen. Sinds mijn tienerjaren is mijn gewicht alleen maar toegenomen, totdat ik een punt bereikte waarop ik mezelf nauwelijks meer herkende omdat ik zo dik was." Het is een bedroevend gegeven dat Mayra zo omvangrijk was dat ze beperkt was tot één kamer in haar huis. Ze paste nauwelijks door de deur, dus lag ze de hele dag alleen maar in bed, niet in staat ergens heen te gaan en iets leuks te doen. Omdat Mayra nooit bewoog, had ze last van ruwe en pijnlijk ogende doorlichtwonden over haar hele rug, billen en benen. En dan hebben we het nog niet eens over alle andere ongemakken die ze in die vreselijke periode moet hebben doorstaan. Zweren, jeuk, schimmel en verrekkingen hoorden allemaal bij het feit dat ze zo dik was. Maar op een dag nam de zaak een dramatische en afschuwelijke wending. In maart 2008 werd het tweejarige neefje van Mayra, Alicio Rosales Jr., met spoed naar het ziekenhuis in La Jolla, Texas gebracht. Het arme kind had een ernstige verwonding aan zijn hoofd opgelopen en bloedde hevig. Daardoor was hij niet alleen flauw gevallen, maar had hij ook moeite om te ademen en zelfs de meest elementaire functies uit te voeren. Dokters werkten hard om het bloeden te stelpen en het probleem met het hoofd van het kind te verhelpen, maar jammer genoeg stierf het jongetje niet veel later aan zijn verwondingen. Iedereen was er kapot van dat de tweejarige op zo'n tragische en traumatische manier was gestorven. Maar daar hield de tragische wending niet op. In een schokkende onthulling vertelde Mayra zelf aan de autoriteiten dat zij degene was die de dood van haar neefje had veroorzaakt. De politie geloofde haar op haar woord en plaatste haar onder arrest en ze werd beschuldigd van de moord op haar neefje. Maar hoe had het incident plaatsgevonden? Mayra bekende dat ze op het kind was gevallen toen ze hem probeerde op te tillen. Haar gewicht had hem verpletterd en ervoor gezorgd dat hij zijn hoofd op de hoek van het bed had gestoten. Dit verklaarde waarom de peuter was gestorven en de politie was tevreden dat ze genoeg bewijs had om een aanklacht in te dienen. De vreemde en ongewone rechtszaak begon en al snel was er een mediacircus nadat ze het verhaal hadden opgepikt. Er waren verhalen in de kranten, reportages op televisie en een nationaal debat over het feit dat Mayra thuis mocht blijven tijdens de rechtszaak vanwege haar enorme omvang. Mensen begonnen grappen te maken ten koste van Mayra, noemden haar allerlei namen en gaven commentaar op haar vanwege haar gewicht. Mayra kon niet eens een krant oppakken of op internet kijken zonder mensen te zien die kwetsende dingen over haar zeiden. Het werd zelfs zo erg en persoonlijk dat sommige mensen haar de bijnaam The Killer Whale gaven. Dit was iets dat Mayra altijd zou bijblijven. Wat er in de wereld ook gebeurde, deze namen deden haar meer pijn dan ze ooit zou kunnen beschrijven. Terugkomend op de tragische zaak van het overlijden van de peuter, begonnen de autoriteiten gaten te zien in het verhaal van Mayra. Iets in de getuigenis van Mayra klopte niet en ze had geen antwoorden op de vragen die ze zou moeten hebben als zij degene was die de dood van de peuter had veroorzaakt. Na het incident kwam er een autopsie. Daaruit bleek dat het jongetje verwondingen had die niet strookten met het verhaal van Mayra. In feite toonde ze aan dat haar neefje herhaaldelijk klappen op het hoofd had gekregen. De autoriteiten bleven Mayra onder druk zetten over deze tegenstrijdigheden, ondervroegen haar meermaals om te proberen de echte waarheid te achterhalen en uiteindelijk brak ze. Mayra flapte er emotioneel voor de rechtbank uit dat ze gelogen had.
Niet zij had de dood van haar neefje veroorzaakt, maar ze kende de identiteit van de echte moordenaar. Het was iemand om wie ze veel gaf, maar zelfs dat was niet meer genoeg om te voorkomen dat de waarheid nu vrij zou komen. De echte dader was de zus van Myra, Jamie Lee, een vrouw die haar zoon consequent en herhaaldelijk had mishandeld en verwaarloosd. Het bleek dat de werkelijke doodsoorzaak het slaan met een haarborstel was. Met precies de juiste hoeveelheid kracht en geweld kon het lichaam van de arme jongen het gewoon niet meer aan. Alles werd duidelijk voor de autoriteiten. Myra's zus werd gearresteerd en uiteindelijk veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Sommigen zouden zeggen dat zelfs dat niet genoeg was, maar het was het beste wat ze konden doen. Wat voor Myra het belangrijkste was, was dat haar rechtszaak voorbij was. Maar wat ze niet wist, was dat er nog een test zou beginnen. Ze werd beschuldigd van belemmering van de rechtsgang en het verbergen van de waarheid voor de rechtbank. Gelukkig begrepen de juryleden waarom ze dat deed en ze spraken haar op alle punten vrij. Maar na haar vrijspraak wist Myra dat haar leven moest veranderen. Ze was vastbesloten haar conditie te verbeteren en haar enorme gewicht kwijt te raken. Ze moest een nieuw leven beginnen, opnieuw beginnen. Met hulp van een specialist in Houston was Myra in staat om in slechts 1 week 45 kilogram af te vallen. Dit was het begin van haar succes en vanaf dat moment veranderde Myra zichzelf in een afslankmachine. Naast krachtige trainingen en een enorme verandering in dieet en levensstijl onderging ze ook talrijke operaties en ingrepen om enorme huidplooien te verwijderen. Dit maakte het meeste verschil. Myra kon nu staan, lopen en zelfs rennen en merkte dat haar gewicht begon af te nemen. Maar ze moest nog meer dan 200 kilogram afvallen voordat ze een gastric bypass operatie kon ondergaan. We springen enkele jaren verder in de tijd en Myra is echt een nieuwe vrouw. Ze onderging 11 verschillende operaties en werkte hard om haar gewicht kwijt te raken en niet meer bij te komen. Ze was maar liefst 360 kilogram afgevallen, een absoluut verbazingwekkende prestatie die echt lovenswaardig is. Ze is nu gezonder dan ooit. Een van de dingen die haar echt hielpen tijdens haar reis was de steun van mensen op Facebook. Ze begon haar gewichtsverlies online te documenteren en al snel werd het verhaal opgemerkt door mensen over de hele wereld. Myra vergaarde zelfs meer dan 53.000 volgers op Facebook, een ongelooflijke prestatie op zich. Ik denk dat het een wonder is dat ik gezond ben, vertelde ze ABC News. Ik leef, ik lijd niet aan diabetes, ik heb geen hoge cholesterol, ik heb geen hoge bloeddruk, ik ben gezond. Vind ik het soms moeilijk? Tuurlijk, maar dan denk ik gewoon aan al die vreselijke dingen die mensen over me zeiden toen ik terecht stond. Ze lachten en scholden me vreselijk uit en hoewel het toen echt pijn deed, gebruikte ik dat nu om me te stimuleren en vooruit te helpen. Sinds ze zoveel is afgevallen is het leven van Myra drastisch veranderd. Ze scheidde zelfs van haar man in 2013, omdat ze in de Verenigde Staten wilde blijven, terwijl hij dichter bij zijn familie in Mexico wilde zijn. Het was een lastige en moeilijke beslissing, maar het was het beste voor hen beiden. Maar dat hield Myra niet tegen om haar beste leven te leiden. Ze begon zelfs weer te daten, iets wat ze nooit had kunnen doen toen ze op haar zwaarst was. Terwijl ze haar reis begon met een gewicht van 470 kilogram, weegt ze nu slechts 90 kilogram en is bijna onherkenbaar in vergelijking met de vrouw die gepest en uitgelachen werd tijdens haar beruchte proces in 2008. Dus, nu is het aan jou. Wat vond je van dit ongelooflijke verhaal? Heb je ooit gehoord van iemand die zoveel gewicht verloor en zo'n enorme transformatie doormaakte? Zoals altijd horen we graag van je, dus laat zeker je gedachten achter in de comments.